We gaan praten over de Italiaanse politiek. En met name over wat er vandaag is gebeurd. Een zakenkabinet. Met eigenlijk de vraag, welke zaken dient dit kabinet? Nou, ik moet je zeggen dat dat eigenlijk onbekend is. Want al die mensen zijn onbekend. Op één na, maar die moest ik ook opschrijven. Die heet Riccardi. En die heeft enorm nauwe banden met het Vaticaan. En als hij heeft gesticht een organisatie. Sommigen zeggen dat het een secte is. Anderen zeggen dat het een religieuze organisatie is die heel veel goeds doet. Het feit is dat als iemand in Guatemala of in Mozambique verloren gaat en je kan hem niet vinden en je weet niet waar hij is, dan kan die organisatie achterkomen, onderhandelen en dan zo iemand komt misschien weer terug. Een soort spoorloze organisatie. Ja, een soort spoorloze. Hij is de enige die bekend is aan het grote publiek vanwege dat hij stichter is van deze organisatie. Die heet Comunità di Santo Egidio. Verder zijn er hoogleraren, ambassadeur. Het zijn geen politici. Nee. Het is natuurlijk merkwaardig omdat je je afvraagt wie vertegenwoordigen ze eigenlijk? Nou, ik kom uit dictatuur. Hè. Je weet, ik ben gevlucht voor de dictatuur. En toen ik met Anne Brambergen de boek schreef, Silvio, hebben we daar ondertitel aan gegeven, modern leiderschap. Toen dachten we, misschien wordt in de toekomst land geleid zoals een bedrijf. En dan komen mensen als Berlusconi naar voren. Nou, dat is Berlusconi niet gelukt om land als bedrijf te leiden. En dat heeft hij ook, hij heeft ook Monti gewaarschuwd. Je zou van koude kermis thuiskomen. Je zou dat ook misschien proberen. Maar dat valt niet mee bij ons in Italië. Maar inmiddels denk ik, wacht eens even, misschien gebeurt iets anders. Dus ik dacht dat het een beetje naar dictatuur gaat. Misschien gebeurt het volgende. Want wat is anders, wat is technisch kabinet anders dan een soort verlichte dictatuur? Want mensen zeggen vaak, heb ik horen zeggen in de loop der jaren, ja, dictatuur zou eigenlijk niet slecht zijn als dat een verlichte dictatuur was. Gevaar is dat vaak een dictator of meteen idioot is of later wordt. Maar het voordeel van een verlichte dictatuur is dat er snel beslissingen genomen kunnen worden. Ja, dat is absoluut snelheid. En snelheid is hier geboden. Maar eigenlijk is die regering niet democratisch tot stand gekomen. Nee. Maar wat vandaag veel meer speelt, en ik zou daarop willen wijzen hier, alleen ik kon dat niet allemaal voor jullie outplausen, omdat ik zat vanavond in theater over Italië te spelen, over deze crisis te spreken, over Stapel, over professor Stapel te spreken. Maar ik heb wel met Anne gebeld en er is iets anders aan de hand, wat misschien veel en veel belangrijker is. Zoals wij in Nederland ook al weten, zowel Draghi, president van de Europese Bank, als Monti, allebei Mario's, waren financiële adviseurs van Goldman Sachs. Amerikaanse zakenbank. En dat is een zakenbank. Als je financiële crisis op de Google intikt, dan krijg je meteen die bank. Juist. Want daar is dat in 2008 begonnen. Nou, is dat meteen, dat betekent niks natuurlijk. Want misschien was de ene Mario, namelijk Draghi, die eerste die in 2005 aftrad, trad die misschien af omdat hij boos was dat ze niet naar hem luisteren. Want, en die andere is misschien gekomen, Monti, in 2005, om het ergste te redden. Hè? Ja. Want zij hebben eigenlijk die Goldman Sachs na die crisis begeleid en door die crisis heen begeleid. Wat opvallend is, dat ook, hè, en ik, want ik dat naam, ik kan dat die Griek, Lucas Papademos. Papademos. Ja. Die had ook nauwe banden met Goldman Sachs. Er zijn hier een complot op het spoor, dacht ik. Ja. Nou, dat ben ik niet. Dat is nu vandaag was een artikel in Milano Finanza. Dat is een blad voor investeerders, 24
Er zijn twee soort financiële dagbladen in Italië. Ja, ja. Ja, ja. Eén is Sole 24 en dit is Milano Finanza. Maar wat je meteen en daar, wacht even, dat, sorry dat ik me niet laat onderbreken. Daar staat dus in deze verdenking. Zij koppen, dat geef ik door. Zij koppen als volgt. Regering Goldman Sachs verovert Europa. Neemt over Europa. Maar daar zie je wat dat wou ik zeggen. Daar zie je dus meteen al, of het dan klopt of niet, de nadelen van een niet-parlementaire democratie in crisistijd. Ja. Dus dat je een bank ervan verdenkt dat die te grote invloed heeft op de economie van het land. Heeft het niet iets ontzettend armoedigs dat een Europees land, modern Europees land, dat in moeilijkheden is, geven we onmiddellijk toe. Dat dan moet grijpen naar een soort verlichte dictatuur. En jij, komend uit Tsjechië, zou daar meteen al de haren recht van overeind moeten hebben. Ja, maar als je dan dat artikel leest in die Milano Finanza, dan kom je ook achter dat andere man van Goldman Sachs, en directeur ervan, werd de adviseur van Obama, een regeringmember, staatssecretaris in Amerika, toen ze doorvoerde die beslissing om banken te redden. Ja, ja. Dus dat gaat niet alleen over Italië. Op dit moment is Oostenrijk ook al in moeilijkheden. En die hebben de... Ineke van Gent, wat betekent dat voor een democratie? Dat een land in problemen eigenlijk naar zo'n nieuwe staatsvorm moet grijpen? Nou, het lijkt me eigenlijk best wel lastig. Je krijgt ook al complottheorieën, hè, van wat zit er nou allemaal achter. Ik heb wel begrepen dat ook in Italië het parlement nog wel toestemming moet geven. Tuurlijk. Voor deze constructie. Ja, dat is een vertrouwenskwestie. Precies, dus daar heb je dan wel natuurlijk nog een soort democratische link geregeld, zou je kunnen zeggen. Kijk, en in Italië, zoals ik er wel een beetje tegenaan kijk, er is natuurlijk wel een politieke crisis ook met Berlusconi afgetreden. Grote problemen, ook als het gaat om grote financiële problemen, hervormingen die nodig zijn. Wat zou je in Nederland liever hebben, dit gedoogkabinet? Oh jeetje, want dan komt de gewetensvraag. Ja, ja. Of een zakenkabinet van breed spectrum. Nou, je hebt eigenlijk al af en toe een breed spectrum. Kijk, dit kabinet is niet mijn kabinet. Dat weet volgens mij ook iedereen. Ik vind de gedoogconstructie vaak heel ongelukkig. Maar toch beter dan dat er in Er zijn ook meerdere gedoogpartners natuurlijk bij dit kabinet. Ja, dit is toch in alle gevallen democratisch. Als dit misgaat, ik ben gewoon voor nieuwe verkiezingen. En zodat we ook dat scherp houden en zo'n zakenkabinet waar niet helemaal duidelijk is hoe dat ligt. Volgens mij, wat ik wel interessant vind, professoren en sterke vrouwen in Italië die dat nu gaan doen. Maar je moet natuurlijk wel een democratische controle erop houden. Want anders gaat het fout.